Van het merk Brittens kennen ze al de standaard rode dozen, als ze zulke serie groene dozen hebben. Nou, wat ik zeg van Brittens, eigenlijk een gelicenseerde oplage, speciaal voor John Deere. Allerlei modellen dus voor John Deere. En in dit geval heb ik een wat ouder model. Dat is echt wel leuk voor de verzamelaar wat dat betreft. De 4450. Eigenlijk van oorsprong een Amerikaans model. De Amerikaanse markt, van oorsprong best wel een grote tractor wat dat betreft. In Europa zag je die wat minder. In Amerika wat dat betreft best wel veel. Hij zit nog even vast op zijn plateautje, want aan de onderkant zit hij heerlijk vast. Vaardig voor transport. Maar dan kun je in ieder geval wel de details zien. Hij is in de schaal 1,32, wat de standaard maatvoering is. En vooraan kijken we beginnen. Zit geen frontend of zo. Gewoon een standaard blok waarmee je dus frontgewichten kunt koppelen als je dat wil. De wielen kunnen een beetje meesturen. Dus wat ik al zeg, het is meer voor de verzamelaar als speelgoedmodel wat dat betreft. En details zijn er gewoon. Denk hier aan het hoge luchtfilter. Trappetje naar boven toe. Spiegels. Verlichting erop. Geen zwaailampen trouwens. En de bekende stompe achterkant, zeg maar. Die is van helemaal rechtaf de cabine wat dat betreft. Standaard Brittens trekhaak eraan. En hefje. Waarmee je dus de Brittens machines hier kunt gaan koppelen. Het model is voor een groot deel van metaal gemaakt. Hij is wat dat betreft lekker stevig. En dat doet voor de kleuren ook best wel goed. Hij glimt mooi. En de kleuren zijn gewoon natuurlijk getrouw, om het zo te noemen. Van Brittens dus, in die aangepaste dozen. Dan weet je dus dat je een speciale serie van Brittens te pakken hebt. Wat in dit geval gemaakt is voor de liefhebber, de verzamelaar.